Goedemorgen. U kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolkenvelden en een opklaringen boven Nederland. Dat was van vannacht en in die opklaringsgebieden heeft het behoorlijk gevroren, soms tot min 5 of min 6 graden aan de grond. Er is ook nevel en mist ontstaan en die kan behoorlijk hardnekkig zijn. Vanochtend zien we daar op veel plaatsen grijs weer. Op een enkel plekje weet de zon door te breken en dat weerbeeld houden we ook vanmiddag. Een grotendeels grijze dag, de mist is dan wel opgetrokken, maar de zon die breekt slechts amper door. Daar waar de zon wel doorbreekt, wordt het meer dan 10 graden. Onder de bewolking is het een graad of 6 à 7. Ook vanavond een afwisseling van opklaringsgebieden en wolkenvelden. Het kan weer wat nevelig of mistig worden, maar dichte mist wordt niet verwacht. Morgen overdag hebben we een tweedeling. In de westelijke helft zien we veel wolkenvelden, maar in de oostelijke helft schijnt geregeld de zon. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 10 tot 12 graden, behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. Woensdag gaat het in de loop van de dag regenen. De zon heeft het moeilijk, breekt ochtends nog even in het oosten door, later op de dag weer in het westen. Donderdag wordt de beste dag van de week: flinke zonnige periode, droog en maximaal van 10 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl